Melfam, jawel, daar zijn we weer. Het is 1 week later. Het is zaterdag. En wij gaan vandaag het volgende deel spelen van Dark Deception. Ik heb hier onwijs veel zin in. Ik hoop jullie ook. En voordat wij dit enge spel gaan betreden, moet ik wel even 1 dingetje doen hoor. Zo. We hebben hier echt al een heel eng clownje in het menu staan. En ik ben dus ook heel benieuwd wat dit volgende deel gaat zijn. Het heeft met clowns te maken, dat weet ik wel. Maar ik laat oprecht verrassen. Oeh, dit is zo leuk. Ja, 5 more. Care to try your luck again? Ja. Stay here with me. Nee, ja, ik wil wel bij jou blijven. Want je hebt gewoon een heel, heel mooi hoofd. Maar, we moeten dit wel echt goed gaan doen. Het is een moeilijk spel. En we gaan gewoon kijken. We gaan het gewoon doen. Ja! Daar gaan we. Deze gekke. Malek's left a monster to guard the entrance. What? Freaks of desperation, don't you think? You'll just have to scare it off. Oh my. Stare into its eyes and convince it that you're the bigger monster. What the heck? Trust me, it works. Just ask my late husband. Go to the ring altar. Oh my god. We gaan staarwedstrijdjes moeten doen tegen die monsters of zo? Primal Fear. Dat klinkt wel echt heftig. Laat ik gelijk mijn level 3 unlocken. En dan gaan we dit doen, denk ik. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. We gaan hem even gebruiken op... Doe die maar. Laten we eens proberen. Bam! What the heck? En hij Wow, oké. Dat werkte. Nice, laten we gewoon verder lopen. Holy damn, dat ziet er eng uit. Crazy Carnival. Oh, wat een leuke woordspeling. Oeh, daar zijn we. What the heck? Ja. Those were pretty popular in my day. Ja, in mijn dagen ook. Such talent and showmanship. As a girl, the performers never failed to fill me with wonder. Oké. Okay. Watching them, I wanted to become a star too. Oh my god. Now children just sit around and what? Ik weet het. Watch niet. Others play video games. What the shit, hey? Dit ziet er wel echt mokervet uit. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik die verhouding tussen Breeze en Malek echt gewoon gek vind. Want volgens mij is aan het einde van straks als al die chapters... What the fuck? Oh, de deur ging dicht. Jezus. Maar voor mij is aan het einde straks dat Malek de goederik is en Breeze de slechterik. Dat moet wel. Ik heb echt het gevoel dat dat gaat gebeuren. Nou ja, wat hebben we hier allemaal? We hebben hier zelfs Pew Pew, Cotton Candy en een... Wat de heck? Let me guess. Coulrophobia. Nee, ik ben ik zou zeggen, ik ben niet bang voor clownen. Dus dat scheelt weer. Maar ik denk dat deze clownen wel echt heel erg naar worden. Ik zie daar al een poort staan waar we doorheen moeten. Wat hebben we hier überhaupt? Even kijken wat hier allemaal is. Oh mijn god, dit is die... Wat? I think they're inviting you in. Oh! Ready for the big top? Het Fun Murder Circus! Woe, dat klinkt echt leuk! Laten we maar eens gaan kijken. Oh jongens. Waarom worden clowns altijd in zo'n duister daglicht neergezegd? Dat is echt gewoon altijd zo. Clowns kunnen best leuk zijn hoor. Maar door zulke spellen worden die clowns gewoon helemaal eng gemaakt. You know you want to. Oké. Have a little. Yes! Oh, you actually did it. I may have underestimated how little you consider the consequences of your actions. What the heck is dat? Zeg een autootje! Yo, what the heck ben jij? What? Holy shit! Use primal, oh my god! Wat de... You seem to be far luckier here in this world. Dat zou jij zeggen. Ik heb geen idee. Ook gewoon een fake publiek hebben ze. Hoe triest circus ben je als je een nep publiek moet gebruiken? Wat een stom circus. Maar ik denk dat we hier doorheen moeten. Holy damn. Oh, je gaat niet zeggen dat we van die kleine... Well, this is all a bit surreal. Oh, wat? What the heck? Dit is niet in die circus tent. Dat kan nooit dat dit in die circus tent...
What the? Holy damn! Ja, pa-pa-ra-ra-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa. Dit is wel leuk. Wat een heerlijke glijbaan. Oh my god. What an unusual nightmare. What's your connection to this place? Wat zit er nou achter me aan dan? Ik hoor een auto. Oh mijn god! Ah! Holy damn, dan ga je niet menen dat er zo'n stomme auto achter me aan zit. Oh mijn god. Ho, hallo. Wat is dit? What the fuck? Moet ik mijn primal fear gebruiken? Ik denk het wel, hè? Kom dan. Ja, precies. Stomme auto. Er worden gewoon auto's achter me aangestuurd. Nee, man. Ik hoor er nog één. Of is dat dezelfde? Dat is dezelfde auto. Oh, mijn god. Hij komt deze kant op. Nee. Uh-oh. Waar is hij? Het zijn twee auto's. Uh-oh. Oh, mijn god. Dit zijn de engste clowns ooit. Holy shit. Hij zit ook een keer sneller dan ik. Rot op, je kutclown! Je mag niet sneller zijn dan ik. Oprotten. Hoe lang blijven die nu achter me aan zitten dan? Gewoon de hele tijd. Oh, wat een flikkers. Ze blijven achter me aan zitten. Ik moet dit doen. Ja, kijk, dan stoppen ze. Oké. Hey, wat is dit dan voor gek iets? Een portaal? Wow, wat? Heb ik ze nu gejuked? Ik denk dat ik ze heb gejuked. Oh nee, daar komt een auto aan. Uh-oh. We moeten die portalen gebruiken, merk ik nu al. Kijk, dan juke je ze of zo. Oh nee, dan juke je ze niet. Oh mijn god. Oh mijn god! Waar ben je, Pieter? Oh, daar staat er ook één! Ik weet nog niet waarom ik Pieter zei. Dat maakt niet uit. En dit is weer gelijk zo intens, hè. Doe normaal. Ik ben nog niet dood gegaan trouwens. Dat moet ik wel even zeggen. Oh mijn god. Hoeveel van die rotzooi zit achter mij aan? Nog een auto. Ja, jongens. We kunnen er waarschijnlijk ook niet met ze over praten. Helemaal niks kan hier. Hier ligt er een. Pak dat ding en teleporteer weg daar. Goed zo, Melvin. Nu ben je van ze af. Want als de muziek ophoudt, dan zijn ze volgens mij niet in de buurt. Dat is wel echt heel relaxed. Dan kunnen we gewoon lekker rustig lopen. Of niet. Er komt gelijk wel eens zo'n mokerkutte auto aan. Oi. Ik vind het ook niet fijn dat ze gewoon zo achter je aan worden gestuurd met zo'n auto. Waarom hebben ze een auto? Uh-oh. It would be funny if it wasn't so sad. Oh, wow. Oké. Als ze gestunt zijn, dan gaan ze terug naar hun auto. Dat is iets heel handigs om te weten. Oh, mijn god. Ik ga wel gelijk nu door. En die auto's moeten we proberen te vermijden, denk ik. Zolang we die auto's een beetje uit de weg houden, kunnen wij dit best wel doen. Oh, mijn god. Wat zijn... Daar is ze. Ah! It would be funny if it wasn't so sad. Waar kwam die vandaan? Wat de heck? Waar kwam jij vandaan dan? Ik ging net zo lekker. Oh my god. Are you kidding me? Waarom zit die paars voor? Uh-oh. Ren. Je achterlijke. Daar zit wat? Die deur is... Oh nee, ik ga dood. Wow, hoe deed ik dat? Dat was zo dichtbij, joh. Ik kan hem fucking ruiken. Oh mijn god, maar er lopen dus nog een paar van die clowns ook rond. Oh mijn god. We hebben nog één zo'n stom ding nodig. Kan dat ding even poppen? Ja, dankjewel. Oh mijn god, daar komt er nog één. Daar komt een stom autootje. Dat zijn er twee auto's. Ik moet nog één zo'n stomme short. Oh mijn god. Horen jullie dat achter mij? Dat zijn die rotclowns en vrijgebroken. Oh mijn god. Hier is ergens de laatste shard. In deze hoek. Ja! Ja! Pak hem! Ja! Nul! Fucking nul! Hoe heb ik dit gedaan? Eerste poging. Het portaal waar we doorheen moeten. Ik heb het gewoon gedaan, jongens. Hutsa! Kijk! Wat top! Oh mijn god. Hallo? Wat gebeurt hier? Ik weet niet wat hier gebeurt. Ze staan daar vast of zo. Not yet, zeggen ze. Huh?
Ik heb geen idee. Het werkte. Oh. Collect all shorts in this zone. Wat? Voor mij heb ik het spel geneukt. Ik hoop niet, hè. Als ik op restart druk, dat ik helemaal opnieuw moet. Dit is serieus? Ik moet het helemaal opnieuw doen omdat mijn spel glitcht. Nou, ik heb het een tweede keer gehaald. Hopelijk gaat het nu goed. Kijk, die deur is dicht. Hè? Waarom? Wat is hier de bedoeling? Ik heb het voor de derde keer gehaald. We gaan nu kijken of dit werkt. Ik ga hier op E drukken, dat werkt niet. Zie, dan gaat hij draaien. Als ik mezelf nou gewoon even laat pakken door zo'n stomme clown. Pak mij eens. Misschien fixt... Oh, ik mag niet door, nee! Oh mijn god. Dan moet ik nog oppassen ook. Ja! 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 Godverdomme. Dat mag wel na meer dan een uur dit gedaan te hebben. Jezus, oké. Ik denk dat we hierin moeten. Ja, oh mijn god, Funhouse. Are you prone to motion sickness? Nee, dat... Wow! Because there's plenty more of this here. What the heck is dit dan? Yo. Dit is wel heel indrukwekkend gemaakt. Holy damn, nu wil ik ook in zo'n huis gaan rijden. Met zo'n wagentje. En dan zonder de clowns. Ja, dat bedoel ik. Zonder de clowns. What the shit. Holy fuck. Holy damn. Oh, wat de... Wat gebeurt hier? Dit is opeens gewoon rollercoaster geworden, man. En ik word hier ook helemaal dizzy. Wow, je wordt ook echt dizzy als je ernaar kijkt. Hey, een portaal. Is dat goed? Waarschijnlijk is dat goed. Sick, we hebben het Funhouse gehad. Nou, dat vond ik een leuk stukje. Hè? Even afwisseling tussen de bedrijven door is niet verkeerd. Oh, wat? Oh mijn god. 220! Oh nee. Er zitten nu gewoon groepen achter me aan. Nou, dit gaat helemaal... Dit gaat toch niks worden, man. Nee, dit wordt helemaal niks. Jullie denken dat ik dit kan halen? Oh mijn god. Oh mijn... The only thing you have to fear is fear itself. Oh, and evil clowns. Holy shit. Nee, dit kan niet. Ik zweer dat dit onmogelijk is. Zag je hoeveel van die achterlijke clowns daar liepen? Dan mogen jullie mij vertellen hoe ik dat nu moet doen. Dat kan toch nooit, Pieter? Dat is toch echt onmogelijk? Dit gaat nooit lukken, maar als hier al achter me aan zitten. Oh ja, precies. Dit kan nooit. Dit is onmogelijk, achterlijke. Dit is echt onmogelijk. Ik zweer jullie. Hoe moet je dit doen? Wauw, dit is echt onmogelijk. Ik ga dit in een andere video doen. Jullie gaan gewoon nog een Dark Deception video krijgen, want dit kan ik niet. Ik ben hier veel te lang mee bezig. Ik hoop wel dat jullie genoten hebben. Jawel, jawel. Druk op dat blauwe duimpje omhoog voor meer Dark Deception. Klik hiernaast, want anders komen merchandise. Abonneer, reageer, doe het belletje drukken, doe het allemaal. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is, er komt nog een aflevering. Doei mensen!